PvdA-fractielid Sherlock Telcht is het gedonder over het deurbeleid van discotheken en clubs helemaal zat. Volgens hem is het te merken dat je als niet-blanke een uitzondering vormt tussen het uitgaanspubliek, want allochtonen worden vaak geweigerd aan de deur. Sherlock is het zat om smoesjes te horen zoals alleen voor leden of toegang alleen met studenten of OVJ-kaart. Ja Volgens hem is dit een landelijk probleem. Ik ben er nu zat van omdat. Uh, ja. Ik kom het zelf nog steeds tegen. Uh, niet zozeer alleen specifiek in Groningen, maar door heel Nederland. En het is ook een, uh, een, een landelijk probleem, het is niet een probleem alleen van Groningen. En uh, vandaar dat ik nu zoiets had van, uh, ja, ik loop al een paar weken mee rond en uh, ik ben er nog zat van. Er moet nou echt wat, uh, wat gaan veranderen, iets concreets. En uh, wat moet uh, volgens jou gebeuren? Volgens mij, uh, hoe je het zou kunnen uh, ondervangen, is uh, door te zorgen, ja, we hebben een wettelijke identificatieplicht. Dus iedereen is ten alle tijden uh, verplicht om een ID-kaart of een paspoort bij te hebben. Dat zou uh, in mijn ogen de oplossing zijn. Bij elke club of discotheek waar je een deurbeleid hebt, waar er iemand bij de deur staat, die bepaalt of jij naar binnen uh, mag of niet. Heel simpel, paspoort of ID en that's it. Sherlock vindt zijn voorstel haalbaar omdat iedereen wettelijk verplicht is altijd identificatie bij zich te hebben. Volgens hem moet het aan de kant van de horeca geregeld worden. Er moet nog uitgezocht worden of dit landelijk of gemeentelijk geregeld kan worden. Ik weet zeker dat wij, net zoals wij in het verleden al uh, getracht hebben hier wat aan te doen, uh, daar alles wat, uh, ja, wat wij eraan kunnen doen, zullen doen. Moet niet vergeten, uh, uiteindelijk zijn het ook de horeca-ondernemers die daar wat aan moeten doen.